Zijn mijn dromen elke keer op voice recorder. Maar de dingen die er gebeuren, je hoort niet te lezen in je dromen. De klok die hoort niet vooruit te springen in je dromen. Zoals een heleboel aan het gebeuren waarbij het gewoon meer op out of body experience lijkt. En ja, snap je de tree of life? Dat het body, soul, mind is. Dus ik dingen in het Engels aan het vragen ben, gaat het een stuk sneller. Maak je maar wat opgeschreven. Elke keer het idee, als ik God ben, dan is er geen God in mijn leven. Maar met steeds meer dingen. Ik was er als eerste, ik was er als vierde. Alsof ik de Abyss en de Void heb gecreëerd. Ik heb het middenpunt, de Toros die ontstaat. Ik heb het idee, ik ben twee paden aan het bewandelen ofzo. De void, de chaos. Dan loop je met afgesproken met een beschermengel of zo, maar ik loop er met vier in. Hoe ver ik dingen kan inkleuren, begrijpen, tot snappen aan toe, ervaren, het leven. Het voelen ervan. Ben ik uiteindelijk gewoon als een Demogorgon of zo de aarde en zo gecreëerd. En aan de andere kant volop chaos. Die chaos ben ik uiteindelijk ingezogen of zo. Alles is één. Maar daarbij mezelf zijn verloren of zo. Zodat ik als een incarnatie bij wijze van spreken. Weer zelf het leven krijgt. En al die vorige levens, waarbij ik maar een paar keer echt wakker ben geweest. Lijkt wel 8000 jaar geleden of zo, Armenië. Misergabai. En blossom op de hart. En op zoek naar verspreiden of zo van de zijde, de liefde. En die zoeken naar liefde of zo. Blijkbaar nu, na 8000 jaar geleden, zit het weer aan te komen. Alleen met de films en noem maar op. Of hoe het in deze tijd gaat. Is het meer iets als wakker worden uit de Matrix? Of in de Matrix? Een tijdje ga je als scheur door de Matrix heen. Het enige stukje wat dan zeg maar wakker is.
6000 jaar geleden of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Je hebt het verhaal Adam en Eva. Eva wel mijn moeder, Adam niet mijn vader. Alsof ik mezelf heb verwekt in Eva of zo. En toen er weer was. En toen was er al gegeten van de appelboom. Dus dan weet je wat goed en slecht is. En daar is totaal in verloren. De duivel is echt een bitch. En beslissingen die je dan maakt, waardoor alles en iedereen daardoor beïnvloed raakt. Ook wel iets met de vernietiging van Gaia, wat Terra Nova ook heb doen inzakken. Waardoor je echt gewoon alleen het aardse leven hebt. De vleesverpakking. De vacuümverpakking wat we dragen. Maar hoe meer ik door de ether heen reis, ja, out of body experience misschien wel, of ja, we noemen het dan maar dromen. Hoe meer ik daar elke keer van wakker word, is het echt realiseren dat ik echt een spirit ben hier in mijn lichaam. Ik het steeds meer aan het zien als een of andere phantom realiteit waar we nu in leven. Tegelijkertijd is dit ook weer de menselijke ervaring. Maar dat wordt zo verstoord. Wat het nou te maken, waar het dan ook mee te maken mee heeft. De duivel of met aliens of Dracadians, Draconians. Dus uiteindelijk is alles ook alweer Gods plan. En de opbouw zijn nou eenmaal de handen en de mind voor nodig. Om echt niet alleen te ontwaken, maar ook weer echt te spiritualiseren. Eros. Eros is misschien wel mijn eerste naam. Als je wat dingen uit de literatuur vandaan halen, zeg maar. Heel vooral moeten woorden aangeplakt worden om zinnen te kunnen maken, om zo met elkaar te kunnen communiceren, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Dan hebben we dingen afgesproken, en geel, groen, een hond, een schaap. Dat het altijd zo goed andere namen ook kunnen hebben, bij wijze van spreken. Maar daardoor ook steeds meer snappen. Hij die is als God. Ja, als ik het leven ben, ook het leven heb gegeven, dan is God juist in mijn leven, ook als ik het zelf ben, ben ik het leven. Die spelletjes is leiding wat nu bezig is. Het is
is bijna lastig gevallen worden door aliens of door de minions van de duivel. Allemaal mensen die een verlies hebben. Allemaal mensen die eenzaam zijn. En allemaal mensen die onzeker zijn. En allemaal mensen met pijn. Afgunst, jaloers of hatelijk. Alles is energie en die wordt echt aangeraakt door iets. En dat is niet aangeraakt door God of zo. Al die mensen die maar kunnen liegen. Altijd een beetje onderzoek doen waar mensen deze 3 jaar mee bezig zijn geweest. En vanaf dat oktober 2020 op het internet zeker. Dat zoveel weer spiegelt. De MK Ultra waar ze mee bezig zijn. Iedereen mee in slaap houden. Dat laat mij alleen maar zien. Dat sowieso deze 7 jaar bezig is geweest. Sinds ik las van die bromtoon. De ringing ears. Als je een tijdje dan ook gaat opnemen. Je derde oog die gaat open, je bent de leugens aan het zien. En nog steeds naïef, nonchalant, want ik weet gewoon hoe echt het is. Ik weet wat ik aan het ervaren ben, ik weet wat ik ervan voel, ik weet de gedachten die daardoor komen. En mijn ogen misleiden me niet. De laatste die hier binnen was, ik heb al 10 leugens waarnomen, maar als diegene zelf weet dat ze liegt, waarom moet ik dan vertellen dat er gelogen wordt? Het zegt alleen maar karma bij zelf opbouwen, een straf, een judgment, die komt wel, alles is energie. Dus die dingen die keren wel op de mensen terug. Zogenaamde ruzies die overal zijn. En dan bepaalde figuren die er doorheen lopen en met iedereen leuk blijven doen. Op een langere termijn laat zien dat die mensen alleen maar met geacteerd hebben. Dat ze gewoon bijna een cult zijn. Die met hun ruzies door... je bent vrienden met die of met vrienden met die, dus je kiest een kant en gaat erin mee. Zijn ze gewoon als agenten van chaos, alles aan het slopen. Zijn ze met z'n allen destinies aan het stelen, erfenis aan het stelen. Achter het kwaad aan het aanlopen, evil in stand aan het houden. En dan weer doen alsof... dingen niet zo zijn. Op hele knieperige manieren iets proberen te kleineren. Of dat je niet in jezelf gelooft. Of dat ik mijn dromen niet serieus moet nemen of zo. Of dat ik me niet moet misleiden. Of dat ik dingen maar gewoon moet laten. En dan weer even een kleine... kleine observatie, zelf onderzoeken, een beetje de boel analyseren. En je ziet gewoon wie nog steeds met wie leuk doet. Jezus' beproeving was echt. Dus waarom zou die van mij niet echt zijn? Zoveel ratten en slangen die overal zijn. Een heleboel wil dan doen alsof ze 5D van hoger bewustzijn. Dat ze met God zijn. Zit er zoveel God bless me niet ook weer aan. Zoveel zogenaamde ongeloof. Zogenaamd zijn ze met dingen ook niet bezig. Ze zijn zogenaamd niet bezig met hekserijen, noem maar op. Maar dat doen ze wel degelijk. En ik was hier als eerst. Ik was hier als vierde en ik ben er nu weer. Het is echt reïncarnaties
van iets wat in slaap geduzeld moest worden. Een heleboel mensen om me heen, die me eigenlijk hadden moeten opleiden, de dingen hadden moeten leren en opvoeden. Maar heel erg jaloers waren en het zelf wilden hebben. Of gewoon niet wouden dat ik het heb. Clearhouse op! Gewoon niet willen dat ik het heb. Dus er moeten een heleboel dingen verstopt worden. Een heleboel smerige geheimen. Mag ik echt niet weten wie mijn vader is. Hebben ze echt de erfenis? Hebben ze echt huis gestolen? Mag echt mijn destiny die mag gestolen worden? En uiteindelijk heb zelfs politie, justitie, alles heb er gewoon mee te maken. Rechters hebben er mee te maken. Een heleboel had zich verstopt in katholieke kerken. Heeft er gewoon mee te maken. En die mensen zitten op meerdere posities, in meerdere instellingen. Dus een heleboel moet geblokkeerd worden, een heleboel moet gesloopt worden, er moet een heleboel ongeloof en verwarring gecreëerd worden. Ik ben bijna de Dreaming Prophet. Mensen mogen niet helen. Mensen mogen niet bij liefde komen. Iedereen die moet bang en boos. Heel veel verdeel en heers. En dat allemaal is afleiding. En de duivel. Die willen ze in leven houden. Zijn zielsconnecties aan het slopen. Mensen met een zielconnectie zijn dingen aan het slopen omdat ze twin flames en ze zijn bang iemand te verliezen als iets samenkomt. Ze weten hoe krachtig iets kan zijn. Het goddelijke moet echt gesloopt worden. Ah, ik moest dit even weer eruit, zodat ik hier verder op kan borduren.